Hey kijkers van Ik Ben Game, welkom bij een nieuwe episode van Assassin's Creed Unity. En in de vorige episode hebben we gewoon één meneer helemaal de grond ingejaagd via secrets die hij had. Die hebben we gewoon helemaal uitgebracht, slechte geheimen. En we zijn naar de 14e eeuw gegaan en we gaan nu meteen verder. Doordat we die man de vorige episode zwart hebben gemaakt met zijn eigen slechte geheimen, wat hij wel had, dus hij verdient het wel, hebben we nu een soort van iemand. Oh jee. Oh jee. We proberen Robespierre. Ja. Hij is gearresteerd. Damn. Maar we willen waarschijnlijk antwoorden. Daarom moeten we hem bevrijden. Anders was het wel goed geweest. Maar het ding was dus, Robespierre, of hoe je het ook zegt, die is dus slecht. Die is heel erg slecht. En die probeerden wij dus, zeg maar, zo What in the hell? These men were National Guard. Robespierre's escort. Oh, damn. Damn, if we've lost him. Let's not panic just yet. We might be able to find some sign of what happened. Damn. There must be something to tell us where he went. Daar. Oké, het ding is dus, die Robespierre, die was dus zeg maar niet echt goed te bereiken. Was te goed beschermd door allerlei mensen. We hebben dus één iemand uitgeschakeld. Ik weet nog niet zeker. Ja, waarschijnlijk. Ik zeg het gewoon even zo. Oh shit. We were ambushed. Troops from the Paris Commune attacked us en route. They were trying to free the prisoners. Did they take Robespierre? I'm not sure. The fighting left me behind. They fell back that way. Merci. Go find yourself a doctor. Oké, het ding is dus. But if not, they'll hold up somewhere nearby. They won't get very far with half the city turned out against Robespierre. I'll check the prison. You follow the riot, see if you can pick up a trail. Yeah. Right. Waarschijnlijk vind ik hem toch wel. Oké. Ja. Nee, maar ik vind het leuk. Dit soort missies vind ik leuk. Iets met een soort van geheim. Speak to the survivor. Waar? Oh, find Robespierre. Oh, damn. Find. Oh, wow. Oké, het ding is dus. Kijk, Robespierre die werd dus helemaal beschermd. Maar doordat we die vorige man hebben uitschakeld, of ja, positief zwart hebben gemaakt, konden we hem. Ja. Hoe? Where did they go? Oké. Ik maak mijn verhaal af. Konden we hem kwetsbaar maken. Maar we hebben hem nu te kwetsbaar gemaakt zodat we. Dat hadden we dus niet verwacht. Dat wilde ik zeggen. Oké. Woe. We hebben hem te kwetsbaar gemaakt en hij is nu meegenomen zoals jullie net zagen. Maar waar is hij, joh? Hij moet hier wel ergens zijn. Ga omhoog. Wow, daar is iets. Lekker. Ik weet alleen niet of ik hier nou gezocht word. Dat is een beetje de vraag. Laat los. Oh, ik stond op hem. Oh, daar gaan we. Zo in de Oh nee. Oh nee. Oh wow. Waar is hij? Dit wordt nog moeilijker dan ik dacht. Oh wow. Oh nee. Oh nee. Heel goed opletten, Niels. Ja, ik praat heel veel in de derde persoon in deze serie. Dat mag van mezelf. Ik wil hem echt niet kwijtraken. Nice. Heb ik hem? Oh nee! Ah! We moesten hem telen. Dat is stom. Nou. Dat is nooit echt duidelijk. Nou, oké, we gaan verder. Het is oké, we hebben hem gevonden. Als we niet helemaal vernieuw hoeven te beginnen. Dat zou namelijk balen zijn. Ik dacht dat moest. Maar nee, dan staat er tackle. Stom. Til. Nou, weten we nu voor de volgende keer. Dat is één ding. Oké dan. Daar is hij.
Ik heb ontdekt. Ik ga denk ik. Oh wow. Oh wow. Snel eruit. Oké, let op. Jongens, meisjes. Hij mag ons niet zien. Dat is dus het ding. Dat is dus het spannende. Maar er zijn guards op ons weg. Tail betekent achtervolgen en niet tackelen, dat heb ik op de harde manier ontdekt. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Gaat goed? Ja, gaat goed. Nice. Dus niet tackelen, dat is één ding. Hij is daar, hij is nog dichtbij. Als ik nou op een dak kon komen. Ja, hier was sowieso fout gegaan met de daken, maar moet wel lukken. Oh damn, hij komt verder weg. Maar nee, nee, het lukt wel. Denk ik. Ik weet het niet. En heel erg oppassen voor de guards, maar kom wel goed. Niet te dichtbij. Niet te dichtbij. Ja, daar. Die wilde ik hebben. Nice. Weet je hoe erg dit gaat helpen? Niet veel, want we zijn op het plein. Nou. Nice. Gelukt. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Thank you, Sergeant. Your loyalty does you credit. Mooi. Best get inside, sir. The convention soldiers will be here soon. Yes, of course. Ja, ja. I place myself in your capable hands. Oké dan. Nee, ik denk dat dit de. Oh. Omlaag, omlaag, omlaag. Oké, nee, dit is volgens mij de man die we probeerden zwart te maken en dat is te goed gelukt. Heb ik Berserk? Nice. Hey, hoe gaat het met het Berserk mannetje? Oh nee, oh nee, nee, nee. Wat? Heeft hij me nog niet... Wat de heck? Ah nee. Nice. Ik word beter in het vechten, dat is wel leuk. Nice. Jammer genoeg niet de Berserkman. Die had ik eigenlijk wel uit willen nemen. Of dat de Berserkman voor onze mensen ging uitnemen. Oh, twee keer Phantom Blade. Dat komt heel erg van pas. Nice. Heel erg nice. Oké, okay, maar we moeten daar naar binnen. Dus ik ga... via... de rechterkant. Stop you. Sorry, dat vond ik te leuk. Maar we gaan hier gewoon wel een pad vrijmaken. Huh, die hond, cool. Oké, okay, wie zijn hier allemaal? Die twee guards daar, daarvoor moeten we ook oppassen. Nice. Oké, okay, kom niet op mij af, kom op hem af, lekker. Het plannetje werkt. Ah, die kan ik niet van zover afnemen, denk ik. Nope. Nice. Kom op. Het moet wel lukken, denk ik. Zijn er daar nog mannen? Volgens mij wel. Ik weet het niet zeker, maar wie is dat daar? Ik zag één iemand daar rechts bewegen. Oeh, looten. Looten, dat is echt gewoon belangrijk. Geloof me. We gaan het gewoon in one try doen, oké? Okay? Dit is namelijk mijn eerste try.
Ja, ik wist het. Nice. Oeh, is er nog iemand of niet? Nee, oké. Beter. Sorry mensen, als de missies iets langer duren dan normaal. Maar volgens mij is dat ook gewoon de bedoeling bij Assassin's Creed Unity. Want één ding is wel... Oh wow, hij is daar binnen. Dit gaat gewoon lukken. Oké, het ding is dus bij Assassin's Creed Unity. De missies duren langer, zijn moeilijker. Maar dat is ook gewoon aan de ene kant echter. Kijk, guards zie je nu gewoon wel veel sneller. En aan de ene kant is dat irritant. En aan de ene kant... Soms is dat gewoon niet logisch. En soms zijn er 30 guards waarvan je denkt van... Huh? Hallo? Maar aan de ene kant, een belangrijk iemand laat je niet zomaar achter. En het is tenminste makkelijker dan de vorige. Maar je hebt meer coole wapens. Dus ik weet niet. Het komt wel goed, denk ik. Ja. Poep, daar kan ik niet bij. Misschien een Air Assassination. En daar zijn nog mensen. Ja, alleen die twee. Oké, mooi. Ik wil die twee eerst uitnemen, want ik moet via daar waarschijnlijk naar binnen. Oh, nee. Daar, naar beneden, hier. Nice. Looten. Even kijken hoe lang de episode al bezig is. Oh, pas 11 minuten. Top. Oké dan. Ik ga ze vanaf 4 R6 neten. Ik weet nu... Oeh. Goed opletten. Ah nee, kan ik net niet bij. Ah, kom op. Ah, dat bedoel ik. Dit vind ik irritant. Ik weet niet waarom, maar het is R6 neten. Dat is echt het moeilijkste. Nee, dat is echt kut in deze game. Laat ik het zo zeggen. Het is zeg maar, als het werkt, werkt het perfect. Als het niet werkt, dan, zoals heel vaak, dan werkt het niet. En dan wil ik dat het werkt. Oh, oh, oh. Oh nee, die andere is sterker. Oh nee. Wauw. Ik hoop dat ik niet door iedereen ben gezien. Dat zou best wel vervelend zijn. Hoppa. Ik ben tenminste door iedereen gehoord. Oh, wow. Dat bedoel ik dus. Ik weet nog niet of ik heb dubbele R assassination unlocked. Dat, volgens mij. Oké. Misschien als ik het niet heb. Oké, dan snap ik het. Dan snap ik het helemaal. Maar ik heb het volgens mij unlocked. En dit vind ik dus irritant. Ik had ze allebei uit kunnen nemen. Dan was het geen probleem geweest. Maar oké, weet je. Het zal wel. We gaan gewoon verder. Het lukt nog steeds goed. Hij is daar. Naar binnen. Kom op. Daar is een klok. Nou ja, weet je, laat de klok. We gaan niet... Oh jee. Heb ik 3? Wat? Heb ik genoeg points daarvoor? Nee. Nope. Nee! God damn it. Hoeveel moet ik er eigenlijk? 0 van de 3. Ik probeer het nog één keer. Nog één keer. Oké, nee. Een
andere ingang. Een andere freaking ingang. Beneden. Beneden. Nee. Laat ik beneden hier verkleren. Dan kan ik hier gewoon even kijken. Er moet wel ergens een ingang zijn. Hoppa. Is beneden nu clean? Guess so. Oh, hi. Hoppa. Nice. I love you, Phantom Blade. I love you so much. It's a very good English. Ik moet trouwens even niet vergeten dat als ik van hoge hoogte afspring, doe ik dan L2 of R2, moet ik even kijken. Inhoud. Want dan... Oh, netjes. Allemaal pijltjes terug. Dan kan ik namelijk mijn val breken. En dan ga ik niet dood. Oké, even kijken. Is hier een ingang? Hè? Is hier een ingang? Oh. Hier moet misschien een ingang zijn. Er moet iets zijn. En anders clearen we gewoon het hele veld hier. Oh jee. Bloody hell. Binnenkant. Lekker. Gevonden. Die ging lekker tegen de deur aanlopen. Heel nice, heel nice. Looten. Sorry, maar het is belangrijk. Ik weet dat het saai is. Het is zeg maar nu iets waardoor ik al mijn Phantom Blades kan gebruiken. Ik weet niet, is het cheaten, al die Phantom Blades? Volgens mij niet, want het is in de game. Oké, chill. Dus dit is geen rookbommen. Het gaat moeilijk worden, maar weet je, het moet wel lukken. Hier, overheen. Netjes, dat is iets wat ze nu gewoon niet meer kunnen doen. Oké, nu wordt het hardcore mode. Nu wordt het echt moeilijk. Zal ik Berserk gaan? Berserk. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar we gaan het zien. Oké, hoe staan de guards? Oh. Halleluja. Halleluja. Oké, luister. Dus één ding wat nu gaat gebeuren. Die gast gaat wild. En misschien komen mensen vanaf buiten. Maar we hebben ze allemaal gekild, dus dat zou moeten lukken. Als hij maar niet naar buiten gaat. Dat wordt heel erg spannend. Ga naar guards toe. Ga naar guards toe. Kom op. Staan ze in andere kamers of zo? Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Oké, er waren geen andere guards. Dat betekent dat ik daar binnen zou moeten kunnen, denk ik. Looten. Ik doe een beetje langer voor één missie, jullie hebben gelijk. Maar dit is een grote missie die ik in één keer goed wil doen. Dit is nog steeds namelijk mijn first try. En twee keer smokebombs. Dat is een dubbele assassination. Ik weet niet, ik zit nu heel erg te twijfelen, want ik kan die guards daar buiten gewoon uitnemen nu. Ik heb echt geen idee hoe dat gaat, want dan is wel mijn pad naar buiten gewoon vrij, dus... Oké, ik ga het zo opfokken. Ik ga het echt... Netjes, niet eens looten, gewoon weg hier.
Nu is mijn pad naar buiten gewoon lekker vrij. En dat is voor mij belangrijk. Oké, welke kant op? Welke kant op? Waar moet ik heen? Hey, waar moet ik heen, joh? Nee, dit was origineel gewoon de echte ingang. Ik denk dat ik nu wel hier kan rennen, maar waar moet ik heen, joh? Nou. Het is niet hier, denk ik. Nee. Moet ik serieus hier naar buiten? Oh god. Nou, daar gaan we, jongens. Nou, dat is makkelijk hier nu, hè? Nou, maar niet uit. Oké, luister. De bedoeling van deze game is om niet die andere kant naar binnen te gaan. Maar daar hebben ze geen rekening mee gehouden. Dus we gaan nu gewoon lekker via hier ergens. Hoppa. Alleen waar de heck moet ik heen? Ik ga even zoeken en ik zie jullie zo meteen. Oké. Nu moet het wel goed zijn. Mensen, ik heb de spot gevonden. Het is hier op een balkonnetje aan de voorkant. We gaan naar binnen. Waar de enige man die staat is daar. Nu is mijn kans, nu is mijn kans. Uitkijken, uitkijken. Oké, wanneer die terugkomt. Wanneer die terugkomt, pakken we hem. Alleen moeten we uitkijken voor die man, maar dat komt wel goed. Ik vind het echt jammer dat je niet meer kan fluiten. Dat is gewoon een makkelijke. Nu moet ik een soort van cherrybom afvuren. Netjes. Looten. Als het kan. Kom op. Ja. Oké, we zijn nu op de tweede etage. En dat was ons doel. Oh, vanaf het begin. Oh wel. Woo! Heb ik nog Berserk? Ja, balen. En waar is dat bandetje? Hij is denk ik daar zo. Oh, die andere twee zitten zo. Oh, oké. Okay. Ja. Dat gezicht is leuk. Hup, loot, 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 loot. Oké, perfect. Netjes. Nice, daar is hij eindelijk. Mooi. Het duurde te lang. Woo! Als ik nou eens Berserk had. Maar wat ik denk ik ga doen is dit. Oh, ik weet niet of jullie dat zien van die update van, maar ik denk het wel dit keer eigenlijk. Hé, ze zien het niet. Oh, ik weet wat ik ga doen, ik weet wat ik ga doen. Oké, dat is één. Dat is één. Ze zien dat lijk ook liggen en ze doen niks. Dat vind ik wel weer jammer. Tuurlijk. Fuck it. Jezus. Nee! Ah! Het is dat ze geen geluid maken, maar anders was ik nu zeker weten dood geweest. Ah, ik moet reloaden, tuurlijk. Yes! Nice. Ja, ik gebruik heel veel mijn Phantom Blade in deze missie. En ik denk ook wel dat dat mag. Het is, anders. Nee, weet je, het is ook gewoon even lekker fijn. Gewoon even zonder dood gaan. Want dit is nog steeds mijn first try. Een lange try, ja, want ik kon het niet vinden. Maar ja, het is goed. Ta-da-da! I sent for Zemma hours ago.
Oh yeah! Nice. Jim warned me about you. You're one of them, aren't you? An assassin! Not anymore. Where's Germain? Elise? We don't have much time. Where is Germain? The son of will never talk. Holy shit! Holy shit! Is dat nou zijn mond? The temple. I should have known. I hope you enjoy revolutionary justice, monsieur. Holy shit, mensen! Holy shit! Seize him! Hij zal nooit meer praten. Nou maar ja, mensen, het is al bijna het einde van deze episode. Best wel een lange één missie episode. Maar het is oké, denk ik. Ik bedoel, het was wel een leuke missie, denk ik. Ik heb het tenminste vergroten. Het einde was best wel cool met hem. Daniel Wright. Of zoiets. Wauw, cool. Dat was wel vet. Ik wil even kijken wat er nu komt. De tempel. Waar zou dat zijn? Oké, de volgende missie is... daar. Oké. Nou mensen, dat is in een nieuwe episode. Ik hoop dat je het leuk vond in deze episode. We gaan meteen even kijken hier. Want ik heb er nu 4. Ik ga weer denk ik even sparen, maar voor wat? Even kijken hoor. Want dat is dus Kaeldum. Oké. Ik wil misschien wel een ander wapen, maar wat zou ik dan nemen? Ik bedoel, ik denk dat ik gewoon bij deze hou. Deze is ook wel vet. Gewoon een soort van speer. Maar wel onhandiger. Oh ja, die moet ik ook nog een keer gebruiken. En even kijken hoor. Bijvoorbeeld met health. Health gaan volgens mij redelijk goed. Deze kan ik pas nu al. Deze kan ik nu al doen. Thicker skin. Oh, maar die is 12 joh. Wat is dit? Ja, deze wil ik ook nog hebben. Anders was het net al heel erg makkelijk geweest. En we hadden het gewoon gehad. Maar ja, mensen, dit is alles voor nu. We nemen er nog heel even hem uit. Snel! Ah, ik wilde gewoon van het dak. Nee, oh yes. Ik wilde gewoon van het freaking dak. Waarom deed je dat niet? Oké, hup, 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 hup. Hoppa, lekker, mooi, eindelijk, yes, haha. Sorry, ik wilde van het stomme dak en het lukte niet. Maar ja, mensen, hier ga ik toch echt deze episode eindigen. Het was maar één missie in deze episode. Maar die andere missies waren... Deze missie was wel lang, though. Of ik heb er gewoon lang over gedaan. Maar ja, heel erg bedankt voor het kijken naar Game. Like, subscribe en hopelijk tot de volgende episode van Assassin's Creed Unity.